Cioè, Pierna ha chi na Den Haag, mi approfitta per passare mira chi contiene l'ultimo relazionato con il Rex Ministra, l'ultimo, per certo, di anno 2023. Nel trascorso di Simanco a Passa, non si può ammirare che stava tenendo differenti attacchi di parte di lo quale sta primi di Aruba e Felin Wafer Cruz. Una menzione poi è che il Stato Secretario San Heuvelen non sta dominando bene lo quale è materia, lo quale è su dossier e quizás hasta non sta ben informato. Naturalmente, non sappiamo retena il Rex Ministro qui in Den Haag, in Binnenhof, sino che non spuntra il Stato Secretario Smes Kiko e Tahaña, di lo quale sta. E accusazione a chi l'anta door di primo ministro di Aruba. Nou, we zijn met Aruba goed in gesprek en we hebben daar niet in de ministerraad, in de Rijksministerraad nu over gediscussieerd. Ik vind het belangrijk en daarom is er natuurlijk ook toezicht, zowel op Nederland als het gaat over onze begroting en onze discipline daar, op en ook op in de landen op in het Koninkrijk. En de CFT oordeelt over de supplementaire begroting. Heeft u deze rapport meegenomen en gelezen? En maakt u ook zorg over de dingen die nog niet in orde zijn op de supplementaire begroting? Nou, ik denk dat het CFT een heel goed advies altijd geeft aan de landen in het Koninkrijk om iets meer te zeggen over de vraag van wat moeten we nou doen om onze financiële huishouding te versterken. En dat zit vaak in bijvoorbeeld verdere investeringen doen. Dat zit in het zorgen dat je een goedkeurende accountantsverklaring krijgt. Dat je werkt aan hervormingen. En dat doet het CFT natuurlijk iedere periode en ook weer op deze begroting. Op een drama die kon secretaris staat Alexander van Heuvelen a declara na un medio di comunicazione Aruba dat Aruba a vinca tres condiciones, mi non sa, signor presidente. Ti inviamo a pensare un genere di cosina, talvez è non da dominare materia, talvez è non conoscere il dossier, talvez è semplicemente hasi lo che hasi. U beheerst wel de materie, de dossier. Ik denk dat ik goed word geadviseerd en ik ben ook goed op de hoogte van wat er gebeurt. Ik vind dat ook belangrijk en ik vind dat ook belangrijk in de gesprekken die we voeren met de landen. Laatste Rijksministerraad van deze jaar, nog enig nieuws? Nou, het was eigenlijk een vrij korte Rijksministerraad. We hebben een aantal verdragen besproken. We hebben het gehad over het jaarplan voor de kustwacht. Zoals u weet is Nederland heel nauw betrokken bij de bescherming van de kusten van de landen en de eilanden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. En er is een benoeming geweest voor de Integriteitskamer van Sint Maarten. En die zal binnenkort ook bekend worden gemaakt. Se era poi la reazione di staatssecretaris Alexandra van Heuvelen, o potrei sentire che quizás quiera contestare, però non quiera contestare, naturalmente, posso tiene lo qual ta tono di negoziazione di quizás mi ho of buena fe. Sin embargo, sta donando il beneficio di duda na Aruba, per lo qual te expresione che il primo ministro sta facendo, però tamen non si può ammirare expresione l'ultimo tempo di il ministro di finanza, che compara lo qual te straf rente che è passato colonial hasta esclavitù. Sicuro expresione che qui in Holanda non cae in bontera di parte di Holanda, naturalmente, non sta purbando un esforzo di queda diplomático a pesar que Aruba, su político, no está haciendo saque poco a poco más difícil para tener allí. Y es ahí, mientras tanto, que ahí, en transcurso de semana, aquí también ha juramentado un presidente de Tweede Kamer nuevo, de partido PVV, que seguro no tiene mucho palabra en la GABA, nos hizo en parte del Caribe holandés. Pues, nos tengo que mirar la situación, seguro aquí de cerca, el siguiente año que está entrante, nos lo aseguro aquí presente del Rijksministerio para nos mirar con la negociación, para lo cual está el Rijkswet Financieel Toezicht, está sigue en adelante. Fuera de Den Haag, Holanda, amigo Marco Espinosa, para 24hora.com. Nos te promete de noticias.